Maar ik tegen Erik zei, nou goed, het is 1-1 nou, hè. Dus nee, we hebben echt een leuke sportieve strijd gehad en deze keer was het in mijn voordeel. We hebben echt hard gereden. Zwanen had lange tijd een ruime voorsprong, maar toen er nog een paar klassementsproeven te rijden waren, was hij nog niet zo zeker van de overwinning. Je zit heel dag al een beetje druk op, hè. Er is altijd strijd tussen de twee kenbanen, maar ik heb net een foutje gemaakt. Wat voor foutje heb je net gemaakt? Iets te enthousiast, de laatste bocht in. Hij is gespind en een half minuut verloren. Ja, ik had er straks al niet meer het idee dat ik hem zou kunnen winnen, maar Jeroen moet wel hard blijven rijden, ja. Maar bij het vallen van de avond bleek dat Jeroen Zwanen hard genoeg reed. Hoe zat je net eigenlijk achter het stuur? Ja, je probeert niet aan te denken, want je bent ik mag geen foutje maken, maar op een gegeven moment dan kom je in een flow en dan ben je er helemaal niet meer mee bezig en dan gaat vanzelf. Ik baal helemaal niet. Ik had hem het liefst gewonnen, maar dat mocht niet zo zijn. Jeroen was gewoon sneller, zeker die laatste paar proeven. En ik heb mijn best gedaan, dus ik heb geen moeite mee om te erkennen dat hij sneller was. Ik zei net nog tegen Erik, ik was wel super blij dat hij aan de start stond. Anders was het denk ik een heel saaie wedstrijd geworden, ook voor mij en voor de toeschouwers. Want dan had ik weinig, was ik hier met anderhalf minuut voorsprong eerst geworden. Dit was super leuk, spanning erin en je ziet het, hè, geweldig. Wat vind je er eigenlijk van dat de Exotic Green Rally terug is gegaan na één dag? Hoe heb je dat ervaren nu? Ja, het maakt van mij niet zoveel uit. Ik moet zeggen dat ik twee dagen leuker vind. Dan heb je iets meer een rallygevoel, maar ik vond het wel zeker een volwassen rally. Super mooie proeven en de moeite waard. Echt leuk. Goed georganiseerd en je ziet het. Veel publiek. Stop.